Wat een saaie schooldag zou worden voor de leerlingen van het Sint-Josef Instituut, veranderde onverwacht in een zonnige party. Voor de 80ste verjaardag van de school organiseerden de leerkrachten in samenwerking met TMF Stressfactor stiekem een muziekfestival. Wel, wij organiseren jaarlijks een ontmoetingsdag. Eigenlijk is dat een dag die men per klas organiseert. En we waren eigenlijk op zoek naar een goed initiatief, een leuk initiatief en een goede datum om het te organiseren. En dat is toevallig vandaag. En het komt net goed uit dat het 80-jarige bestaan van de school ook is dit jaar. Dus dat is ideaal. Op Stressfactor staan vind ik ongelooflijk. Ik vind het heel leuk. Ik krijg een ongelooflijke respons van de leerlingen. Dus normaal gezien, voor te signeren als meisjes roepen en zo, is dat ook meestal de bassist. Maar vandaag heb ik geluk. Ik ga sowieso een paar papieren signeren. En als er hier en daar een borst en een bult tussen zit, dan is dat ook oké voor mij. Heeft u er zin in? Ja! Nee. Heeft u er zin in? Het festival organiseren was eigenlijk best wel spannend. Want uiteindelijk zijn we met een vrij beperkte groep daaraan begonnen. En we hebben gepoogd om dat allemaal geheim te houden eigenlijk. Maar wat het programma zelf betreft, daar wisten ze eigenlijk helemaal niks van. De verbazing was zeer goed af te lezen van hun gezichten. Van sommigen toch. Want die kwamen op het terrein, die zagen het podium staan. En toen pas begonnen ze na te denken van, tjen, daar staat TMF op. Stressfactor. Ah, tjen, dat zal hier toch nog wel de max zijn. Hallo. 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 Wat is cool. Het is echt mega cool. Hallo. Wat cool. Hallo. 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 Ik ben fouter dan 1 plus 1 is 3. Platte familie van Illy of Sylvie Melody. Je vraagt je af wie? Nou, je zult me leren kennen, niet te remmen of te temmen. Dus je zult me moeten wennen. Aan mijn aanwezigheid dus ben je gekomen om te blijven. Net als Hitler heb je haar onder mijn kunnen verdrijven. Met napalm, met vietnam, dus gast en pan in vuur en vlam. Het slachtoffer wel, schaap, kijk, rammen.